Zal je wat geluid erbij maken? Dat is de reden waarom u hier allemaal naartoe gekomen bent. Om stil te staan bij het 60-jarig jubileum van de muzikale keuken. En zelfs burgemeester van een zichzelf respecterende burgemeester van zo'n mooie stad als Almelo, wil ik graag bij dat moment aanwezig zijn. Dat spreekt voor zich natuurlijk. Want 60 jaar, dat is nogal wat. Ik ben hier namelijk niet alleen voor uw 60-jarig jubileum, maar ook omdat, ik zei het al even, zo'n orkest, dat moet bestaan en dat moet geleid worden. In andere tijden weer wel. Een applaus voor de heer Kuijer. Dat wel. Thanks for watching the video. Bedankt. Grote verrassing, nooit gedacht. Nooit gedacht, toch gekregen. Ik vind het geweldig, ja. Soms dan komen die... Ja, ik ben 45 jaar van dit orkest en ik, in het geheel ben ik al 56 jaar dirigent. Al 56 jaar? 11 jaar heb ik dirigent geweest op Nijverdal. Een showorkest heet het nou, hè? Showorkest? Nee, gehuisvrouw heb ik helemaal niet in zitten. Nee, het showorkest, de muzikale keuken. Dat is mijn leven. Dat is alles voor mij. Bijna. Ja. Bijna, op mijn vrouw. Nou ja, dan, maar verder is het mijn hele leven, ja. Muziek is heel, al zo mijn hele leven. Ik speel al vanaf mijn 12, 13e jaar. Ik heb een heel groot programma. En ik blijf natuurlijk bij, vandaar ik blijf schrijven. Ik ben nu bijvoorbeeld met de Charlesfestin bezig, nu bijna klaar. En ik kijk ook uit waar ik, wat voor liedjes ik ga spelen, waar ik optreed. Speel ik meer voor jeugd, dan gaat er iets van Elvis op. En al die kleine dingen meer. Maar voor de oudere mensen, echte liedjes die gepakt worden, hè? Die ze leuk vinden.